Hi, welkom bij mijn boerderij en rijtjeshuis. Ik ben Lisa en vandaag ga ik aan jullie laten zien hoe je heel makkelijk en supersnel stoofpeertjes kan maken in de pressure canner. Elk jaar doe ik heel veel voedsel conserveren, zoals je kan zien achter mij. En we doen ook heel veel fruit conserveren en fruit hoef je niet te pressure cannen. Maar ik heb echt een hekel aan het lang stoven in zoete siroop van al mijn stoofpeertjes. Buiten het feit omdat het schillen al een drama is natuurlijk. Maar ik heb een manier gevonden hoe je dus de peren rauw in potten kan doen. En dat ze nog wel super zacht zijn. Dus laten we eens gaan kijken hoe ik dat doe. Stoofperen. Ja, ik heb altijd al die jaren dat ik stoofperen maak, altijd alle stoofperen heel lang moeten sudderen in een pan. Zo 2-3 uurtjes om ze lekker zacht te maken in het recept. Maar dit jaar dacht ik dus, ik ga dat anders doen. Want ik heb deze potten net allemaal gevuld met rauwe stoofperen. Natuurlijk kost het een hoop tijd om ze nog steeds te schillen. En om ze te snijden en in een potten te doen. Maar ik ga jullie dus vandaag laten zien hoe je heel makkelijk met de pressure canner de stoofperen kan maken. Deze heb ik net gevuld. Laat ik jullie straks even zien. Maar wat ik heb gedaan is, ik heb allemaal verschillende potten. In de pressure canner kan je dus met schroefdraaipotten of met mason jars werken. En ik heb allemaal verschillende formaten. Dit is bijvoorbeeld voor een wat grotere portie. En dit gaat pas straks allemaal tegelijk in mijn canmate. En ook heb ik verschillende vulrecepten gedaan. Dit is bijvoorbeeld met siroop. Dit is super simpel. Ik heb niet ingewikkelde recepten met heel veel verschillende soorten kruiden en met wijn. Maar dat kan allemaal wel. Ik heb hier met siroop alleen een laagje van mijn siroop uit de supermarkt. Of het nou aardbeien is of bosbes of cassis of whatever je hebt. En dan doe ik er een laagje in en dan vul ik de rest met water. Maar ik heb ook gewoon potjes simpel met een eetlepeltje suiker en er kokend water over. Zodat het een simpel syrup wordt. Zoals je ziet hier is dit in blokjes en niet zoals deze hier in hele peren. Zo kan je ook nog verschillende hoeveelheden verschillende formaten maken. Want dit is bijvoorbeeld lekkerder door de havermout. En dit vind ik dan weer lekkerder als ze in zijn geheel zijn voor hun toetje. Heb jij dus bijvoorbeeld een recept met kaneel en kruidnagel en wijn en weet ik veel wat. Dat kan gewoon. Maak dan die siroop in een wat grotere hoeveelheid en vul dat over je potjes. Maar over het vullen gesproken, laten we eerst eens even kijken hoe ik dat gedaan heb. Dat heb je gezien en dan gaan we ze nu allemaal in de pressure canner doen. En ik ga ze eerst even, of zet eerst even het fornuis aan. Ik werk met mijn Canmate Pressban 22 quarts. Die kan je vinden op www.pressurecanning.nl.
En in de canmate zitten twee bodems. Tenminste, twee bodems. Dit is de stapelplaat en dit is de bodem. Die gaat onderop. En dan vul ik hem met 3 liter water. Omdat de potten koud zijn, ga ik met koud water starten. Zo. Dan begin ik met de kleine potjes onder, want dan is het mooie evenredige hoogte om de plaat op te zetten. En zoals je ziet, ik heb dus verschillende formaten aan potten. Normaal, als je dit doet met pressure cannen, dan wil je het liefst allemaal een beetje dezelfde hoeveelheid. Want je hebt namelijk een verschil in hoe lang je iets moet pressure cannen tussen grote potten en kleine potten. Daarom wil je het liefst ze niet mengen, want stel dat je ze mengt, dan moet je alles op de tijd van de grote potten doen. En dan zitten dus de kleine potjes iets langer in de pressure canner en daar wordt de inhoud wat zachter van. Maar fruit hoef je eigenlijk helemaal niet te pressure cannen. Want pressure cannen doe je voor producten met een laag zuurgehalte. Dat is dus groente, vlees of vis. Fruit is zuur genoeg van zichzelf. Dus die wordt heel veel gebruikt met de inmaakmethode. Dus dat je je potten steriliseert het fruit heel heet in de steriele potten doet, deksel dicht. Het fruit is dus zuur genoeg om zichzelf houdbaar te maken. Oeh. Maar we gebruiken dus vandaag wel de pressure canner, omdat de pressure canner heel veel sneller dingen gaart. Nu zijn de peren dus rauw in de pot. En als het nu in de pressure canner gaat, gaat het tijdens dit proces, gaan de peertjes zacht worden en garen. Dus aan het eind, als ze afgekoeld zijn, zijn ze perfect om in je voorraadkast te zetten, want dan is het lekker zacht. En dan draai ik nu even de pan dicht, want ik heb allemaal verschillende testjes gedraaid. En die wil ik jullie even laten zien. Maar ik laat het alvast even allemaal opwarmen. Deksel erop. En nog zonder het gewichtje. Heb je het trouwens nog nooit gepressure canned en wil je weten hoe dat werkt, dan laat ik je, er is hier beneden een video. En als je nog meer wil leren, heb ik ook een digitale cursus. Die staat hier ook altijd onder in de beschrijving. In die digitale cursus leer ik alles over de theorie en de praktijk over het pressure cannen. Oké, deze staat nu op turbostand, deksel dicht en het gewichtje eraf. En dan laat ik jullie even mijn experiment zien. Ik ben al een tijdje bezig geweest met het uittesten van een pressure canner. Maar je wil natuurlijk wel weten hoe de peertjes eruit komen. In plaats van dat je nu weet ik veel 40 potten maakt. En dan opeens denkt, de textuur was toch niet wat ik wilde. Dus ik heb verschillende potjes met verschillende tijden gebruikt. En ik heb het erop geschreven. En dit potje is vanaf de druk, dus vanaf het moment dat het gewichtje gaat trillen, heb ik hem 25 minuten laten lopen. Mijn man houdt van hele zachte peertjes. Die zegt dat het moet met een rietje naar binnen kunnen slurpen. En dat heeft de 25 minuten gedaan. Het is echt een heel zacht peertje. En die ziet er zo uit. En ik zal jullie even dichterbij het laten halen. En dan weten jullie het textuur. Jullie kunnen namelijk zelf een beetje bepalen met hoe lang je de stoofperen wil stoven in de pressure canner. Om de juiste textuur te krijgen die jij zou willen. Dit is dus 25 minuten. En je ziet, het is echt helemaal zacht. Dit is dus hoe mijn man ze het liefst eet. Ik zelf hou wat van wat meer weerstand. Al zeg ik zelf, het is nog steeds ontzettend lekker. Als je een kleine hoeveelheid uittest, terwijl ik even aan het eten ben, kan je dus ook proeven hoeveel suiker je toe wil voegen. Voor mij weet ik, als ik siroop doe, dan vul ik tot hier een beetje met siroop en de rest met water. En voor zo'n potje doe ik 1 theelepeltje suiker. Dat is voor mij zoet genoeg. En dat is ook het hele leuke. Als je siroop gebruikt, dan neemt het dus ook een beetje de smaak aan van de siroop. En ik had, bij deze was het aardbei volgens mij. En hij valt zeer in de smaak. Alleen voor mij is dit dus iets te zacht. Nam nam nam. Oké.
Nou, dat is de 25 minuten. Toen heb ik de 20 minuten gedaan. En hier was echt weinig verschil tussen deze twee. Echt misschien een minuscuul beetje aan weerstand meer. Nog steeds heel zacht. En iets meer weerstand dan die ander. Maar niet echt een heel erg een groot merkbaar verschil. Oh, het is zo irritant als er zo'n vieze suikerkern in zit in dat peertje. Oh, wat erg om deze video te filmen. Nom, nom, nom. Oké. Dat was de 20 minuten. Dan heb ik hier iets van 5 minuten. En toen kwam ik erachter dat deze zijn nog steeds zacht, maar echt veel meer weerstand. En dit is eigenlijk hoe ik ze zelf lekker vind. Dus ik kan wel een beetje persen, maar veel minder snel dan bij die van 20 minuten. En ze hebben echt wat meer de peer textuur als je het eet. Dus niet echt moes zodra je het in je mond stopt. Maar dit was 5 minuten. Dus wat heb ik geleerd in deze situatie? Als je het ertussen wil hebben, moet je dus 10 minuten doen. Maar je kan zelfs alleen de pan, als je nog meer weerstand wil, hem onder druk brengen en meteen van het fornuis halen. Dus, hoe zacht jij je peren wil hebben, is een beetje aan jou. En wil je nou veel weerstand nog in het peertje, dan kan je hem bijvoorbeeld maar tot 10 op laten lopen, meteen uitzetten. Of ook eerder, hè. Je kan hem bijvoorbeeld ook op laten lopen tot 5 psi op je manometer. En hem dan al uitzetten. Dus dan kan je ook zelf meespelen. Maar dan hebben jullie alvast even het verschil in de texturen gezien. Nu zitten ze bij mij in de pan, in de Kenmate. En het gaat nu allemaal langzaam op temperatuur komen. En omdat er verschillende potten in zitten. Normaal doe je dus, zoals ik al zei, met pressure cannen allemaal verschillende tijden. Met het fruit doe ik dat niet. Want ik hoef niet specifiek aan tijden te houden om de botulisme te doden. Dit doe je bij producten met laag zuurgehalte, waar ik het net over had. En bij fruit hoef je daar dus helemaal niet druk om te maken. Dus er zijn geen vaste tijden om veilig dit proces te gaan conserveren. Oké. Dit duurt nog wel eventjes, want er gingen natuurlijk koude potten in en koud water in. Dus voordat dat allemaal warm is, ben ik meestal wel 20 minuutjes verder. Dus nu eventjes wachten. Peertjes eten. Zo, er komt al 10 minuutjes stoom hier uit de pan. En nogmaals, wil je dus stap voor stap weten hoe je moet pressure kennen? Die video staat hier beneden. Dus nu gaat het gewichtje erop. En dan zodra het gewichtje gaat trillen, haal ik hem van het fornuis af en dan laat ik alles weer afkoelen. En dan is dit proces alweer klaar. En natuurlijk duurt dit ook dan wel in zijn totaliteit misschien een uurtje. Maar de luxe hiervan is dat je er echt geen omkijk naar hebt. Je hoeft niet te roeren. En door het roeren hou je je peren ook heel mooi heel. Als ik een grote pan had en ik moest ze nu dan even goed roeren en het moest pruttelen en sudderen, dan vielen vaak ook wel eens mijn peertjes een beetje uiteen. Want dan moest ik ze ook nog eruit halen en in potten stoppen. En nu, op deze manier, blijven ze heel mooi intact in het potje zitten. Dus dat is ook nog eens even positief eraan. Nu even wachten tot het gewichtje gaat trillen. Hij trilt. Dit is dus het moment dat je bepaalt hoe lang je je stoofperen wil stoven. Maar omdat ik ze niet al te zacht wil, haal ik ze er nu alvast vanaf. Het wijzertje is nu op nul. Dat betekent dat er geen druk meer op zit. Kan het gewichtje eraf. En dan laat ik alles nog even langzaam rustig afkoelen. De reden dat je alles rustig wil laten afkoelen heeft te maken met de binnenkant van de pot. In de pot is het nu echt kokend heet. En zodra je nu heel snel de pan open zou doen en de pot eruit zou halen, betekent dat de omgevingstemperatuur van die pot heel snel afkoelt. Als iets heet is, zet het uit. En als opeens de omgevingstemperatuur veel kouder wordt, duwt dus de hitte in de pot zich naar buiten, waardoor je heel veel vocht verliest.
En ook er wat de prutteldingetjes tussen de deksel en de glasrand kunnen komen. En dan trekt hij niet goed vacuüm. Maar als je alles heel langzaam in zijn geheel laat afkoelen, dan blijft de omgevingstemperatuur dus hetzelfde als de pot. En dan blijft het zoveel mogelijk allemaal in die pot zitten. Dus klap hem niet meteen open en haal hem niet meteen leeg. Normaal als hij op nul staat, haal ik het gewichtje eraf. Dan wacht ik er even 10 minuutjes. Doe ik de deksel open, wacht ik er even 10 minuutjes. Haal ik ze er weer uit. En dan zet ik ze op het aanrecht om helemaal af te laten koelen. Dan moet je wachten tot ze vacuüm trekken en dat het helemaal kamertemperatuur is en na een uurtje of 12 of zo. Ik laat ze in ieder geval meestal een dagje staan. Dan kunnen ze in de voorraadkast. En hoe lang het houdbaar is, dat is minimaal een jaar. Zeker omdat hier wat suiker in zit. Maar het kan best wel zo zijn dat je 10 jaar later een potje opentrekt. En zolang het er goed uitziet, goed ruikt en goed proeft, is er niks aan de hand. Dus dat is echt ideaal aan het houdbaar maken. Het hoeft niet meer in de koelkast. Het hoeft niet in de vriezer. Dus het scheelt mij een hoop vriezerruimte. Want ik heb altijd zoveel oogst elk jaar. Dus dat scheelt mij ook weer een hoop kosten. Maar nou moet ik weer even wachten. Dus, de volgende dag en alle stoofperen zijn vacuüm getrokken naar het afkoelen. En daarom verwijder ik de ringen van de mason jar. Kan je ook vet goed zien of ze vacuüm zijn getrokken. En dan plaats ik ze nu hier in de voorraadkast. Ik heb er even, ik heb even een elletje opgeschreven. Zodat ik weet dat het voor mij staat, voor Lisa. Want ik hou van minder lang gestoofd en deze hebben maar kort gestaan. En dan ga ik gewoon nog een keer een portie maken waar ik ze langer aanzet. Ik denk 15 minuutjes en die zijn dan voor Thomas, voor mijn man. Die vindt dat lekkerder als ze lekker zacht zijn. Zo kunnen we ze onderscheiden. Oké. Alle ringen eraf. Dat was hem dan alweer vandaag. Alles staat in de kast. Ik ga nog wel andere rondjes een keer maken. Nog een keertje. Even een volle pan pressure kennen. Want we gaan er best wel wat potjes heen in een heel jaar. Daar moet je zelf echt ook wel goed over nadenken. Hoe vaak per week of per maand wil je het eten? En dan moet je dat even keer 52 vermenigvuldigen, hè, jongens. Er zitten veel weken in een jaar. Heb jij nou nog vragen over het conserveren? Stel ze dan gerust. Ik help heel erg graag. En ben je nieuwsgierig naar wat ik nog meer allemaal ga conserveren dit moestuinseizoen? Abonneer dan op mijn kanaal. Want hier bij een boerderij in een rijtjeshuis deel ik graag met jullie hoe ik zelf mijn eigen groenten kweek, oogst en verwerk. Zodat we het hele jaar ervan kunnen genieten. Heel erg bedankt voor het kijken. Hè? Tot de volgende! Nom 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 nom. En vandaag ga ik aan jullie laten zien hoe je heel makkelijk en supersnel stoofpeertjes kan maken in de pressure canner.
heb verschillende potjes met verschillende tijden gebruikt. En dit is dus 25 minuten en je ziet, het is echt helemaal zacht.